Kamerlied op Stoom, 13e editie, mede-organisator Louis Fay. De volwassenen zijn kinderen en de kinderen voelen zich echt grote mensen. Is dat een beetje kenmerk van het feestje? Ja, kijk, volwassenen die vinden het allemaal mooi. En dan worden de volwassen mannen worden weer een beetje kind, hè, in deze situatie. Ja, goed, kinderen hoeven het niet over te hebben. Die vinden het allemaal schitterend, sowieso. Zie je ook verschil in belangstelling? Wat ouderen leuk vinden en wat hun aantrekt ten opzichte van de kinderen? Of is het een mix van? Het is echt een mix van. Dit een paar jongens hier die kijken er ogen uit op de vrachtwagens die hier achter rijden. Er zijn vooral wat ouderen die de stoommachine schitterend vinden. Dus ja, het is echt een mix. Ja, het is wel een beetje een geur. Straks met die milieumaatregelen, dat mag zo meteen niet meer, hè? Ja, ik weet het niet. We hebben nog geen commentaar gehad. Dus, Kun je eens even uitleggen wat hier voor een machine staat? Want dit is een van jouw creaties. Nou, creaties, ja. Het gebouw eromheen is een creatie, inderdaad. Maar de machine is een... Dit is wel een speciale. Het is een speciale editie die uitgebracht is. Er zijn er maar 500 van gebouwd. En dat klinkt wel veel, maar dat gaat door heel Europa heen. Dus dan is die toch vrij zeldzaam. Het is van oorsprong een hele oude machine die opnieuw uitgebracht is. Er zit ook een certificaat bij, net een plaatje erop. Dus het is wel een bijzonder ding, ja. En een machine moet altijd wat maken. Wat maakt deze machine? Deze machine maakt niks. Stoom. Die kost alleen maar energie. Er is een fabriek in uitgebeeld die aandrijft, inderdaad. Hey, over de opzet. Het ziet er totaal anders uit dan de voorgaande edities. Wat hebben jullie veranderd? Wat is er veranderd? In het verleden hebben we vaak de truckers hier op de vloer gehad hier in de zaal. Maar we kregen zoveel aanmeldingen. Want er zijn bijna 60 deelnemers die achter de stand staan. Dus dat is veel. Hebben we de truckers iets minder ruimte gegeven op het podium. Daar waren ze het ook mee eens. En vandaar dat we wat meer kleine stands in de zaal hebben staan. En we hadden natuurlijk een grote modelbaan van de M-Track Groep Nederland. En die neemt ook zijn ruimte in. Dus ik denk dat het bastion toch een beetje aan de krappe kant gaat worden, lieve Lee. Wessel de Jonge uit Lobeck, een van de deelnemers. Het station van Schoonhoven, dat is een tijd geleden. Ja, dat heeft bestaan van ongeveer 1914 tot 1942. In de oorlogstijd is het opgebroken, de Duitsers namen toen de rails mee. En het was niet rendabel om dat ooit terug te bouwen. Maar het heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontsluiting van de Waard. Omdat er in die tijd alleen over het water en over het spoorvervoer mogelijk was. In heden ter dagen zeggen we, hadden we die trein nog maar? Er zijn heel veel mensen die vergeefs op een bus wachten die nog steeds zo denken. Ja, dat klopt. Wat heeft jou doen besluiten en hoe lang is het geleden dat je dit station hebt nagemaakt? Ik ben hiermee begonnen in 2010. Ben ik begonnen met me inderdaad oriënteren naar een redelijk compact station om een stukje geschiedenis uit te kunnen beelden. Het doel was het gewoon een stukje historie en natuurgetrouw uit te beelden. En ik kwam tot de ontdekking dat Schoonhoven een station had gehad. En dat was lekker dichtbij, dus dat was op zich leuk, want daar heb je dan een connectie mee. En naarmate je meer onderzoek doet, kom je veel meer te weten over de regio. Krijg je verhalen van mensen die het hebben meegemaakt. Dus dan gaat het veel meer leven. En dan breng je gewoon een stukje geschiedenis weer terug tot leven. Kun je ons meenemen in een leuke anekdote over het station? Jazeker. Ik ben, toen ik het station net gebouwd had, benaderd door Loek Achterberg. Zijn oudste broer heeft als kind op dit terrein gespeeld, omdat zijn vader hier machinist was. Die heeft mijn module bekeken en die heeft dus live een getuigenverslag gedaan eigenlijk van toen. Waarmee het dus eigenlijk nog veel meer ging leven. Omdat je dus gewoon een getuige had die het allemaal heeft meegemaakt. Die man wist ook te vertellen hoe ze dus inderdaad als kind met veel jongetjes op de weegbrug gingen staan om te kijken hoe ver die ging. Ze werden met een zak kolen op pad gestuurd om bij de wissels gevallen kolen op te rapen. Want die waren natuurlijk duur. Die hobbelden van de wagens af. Over hoe de mensen in de loods woonden en werkten. Dus eigenlijk levende geschiedenis. En dat bracht extra verdieping in het verhaal. Dat was ontzettend leuk. Is levenswerk af? Nee, eigenlijk niet. Het is nooit af. Ik ga nu doorbouwen richting Bergambacht. En daar komt er nog een stukje spoor bij. Waar je ook inderdaad de tram kan laten omlopen. Een kennis van me is station Gouda aan het bouwen. Is wel een lange termijn plan. Maar goed, uiteindelijk gaan we dus de hele verbinding nabouwen eigenlijk. Ja, maar er hoort eigenlijk een brand erin. Ja. Dus, kijk eens, hij wordt de
de leiding moet er goed met stoom zitten. Dat het allemaal 100 graden is, anders loopt hij niet. Dan nou, kom hier dat koelwater eruit. Of de gecondenseerde. Het is allemaal net aan. Ja, ben ik. Nou. Wat irritant, hè? Het pitje is te klein daarvoor. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Geef des wel. Wie regelmatig naar het programma Nieuwsuur op de NPO kijkt, die heeft deze man wel eens voorbij zien komen. André Faye, welkom hier op de Karmelietenbeurs, zullen we maar zeggen. Karmeliet op stoom. Jij hebt toch het een en ander met energie te maken? Wat doe jij regelmatig bij Nieuwsuur? Energie is, dat is mijn vakgebied. Ik werk bij TNO. En dan de afdeling die bezig is met de energietransitie, daar ben ik wetenschappelijk directeur. En daarnaast hoogleraar in Utrecht, ook op energiegebied. We zijn volop bezig met de energietransitie. Dat kunnen wij natuurlijk niet laten. Gaan we de goede kant op? Zijn we op stoom, zoals dat hier ook is? Nee, je kan, daar zijn goede geluiden terecht over. Nederland gaat zijn doelen voor emissiereductie 2030 halen. En er is heel veel op gang gekomen met de windparken, de zonne-energie, elektrische auto's. Er zijn problemen op te lossen, maar de vaart zit erin. Desondanks ben jij ook een genieter en een liefhebber van energie van het verleden. Je bent hier ook betrokken bij het hele gebeuren. Kan dit nog over 20 jaar? Ja, wel, dit soort evenementen moet zeker kunnen. Kijk, je historie en je achtergrond is ook belangrijk. Alleen al om ook de jongere generatie te leren van hoe is dat allemaal tot stand gekomen. En vroeger stookten we kolen om de treinen te laten rijden. En nu gaat dat elektrisch. En we zullen nog meer generaties technologie zien komen. Hoe kan het nou dat jij ook door het virus bevangen bent, net als je broers Louis en Hans? Nou ja, kijk, ik ben de jongste natuurlijk. Hè? Dus twee oudere broers die daar gek op zijn, dan heb je bijna geen keus. Maar ik vind het niet erg. Hartstikke leuk. Oké, succes. Dankjewel.